Dit is zo'n stress de hele tijd zo thuis. Romy en ik zijn bezig met de voorbereidingen voor de bruiloft en dan komen mijn ouders langs. En in plaats van te helpen, maken ze er een enorme chaos van thuis bij ons. Wat moet ik nou doen? Ik heb Romy beloofd om de bloemen te gaan kopen en de taarten ook. Tja, nou, daar is de bloemenwinkel. Hallo, ik ben Raoul en ik had u gebeld voor de bloemen. Oh, hallo Raoul, ja dat klopt. Kom maar binnen. Ja, u belde voor de bruiloft, hè? Ja, ik heb een beetje stress. Ach, dat geeft niks, Raoul. Dat ken ik wel. Dat is meestal zo bij degenen die aan het voorbereiden zijn voor de bruiloft. Ik zal eens even de bloemen laten zien. Zo, ik heb hier alle voorjaarsbloemen. Die zijn net aangekomen. Hele mooie bloemen. In allerlei mooie lentekleurtjes. Ik kan er mooie boeketjes van maken, zodat je die op de tafel kunt zetten. En als je toekomstige vrouw dan ook nog zelf een mooi boeketje wil hebben van deze bloemen, kan ik dat natuurlijk ook maken. Oh, ik vind paars heel mooi. En deze? Met geel gecombineerd. Gaaf, die vind ik leuk. Nou, helemaal geen probleem. Ik kan allemaal bloemetjes ervan bestellen. We zullen hartstikke veel bloemen komen brengen, dat is geen probleem. Paars en geel dus? Ja. Dat zou geweldig zijn. Maar voor het bruidsboeketje wil Romy vast wat anders. Kom maar hiermee. Ik heb nog heel veel andere bloemen. Maar denk je niet dat het beter is als Romy zelf het boeketje uitzoekt? Ja, u heeft gelijk. Romy moet dat zelf maar een keertje doen. En ik ga denk ik zo'n mooie roos meenemen voor haar, om haar te verrassen. Oké, een roos wil je dus? Nou, is prima, momentje. Ah, bedankt. Ik zal u nog wel bellen. En Romy komt vast nog wel langs voor het boeketje. Ja, graag. Goed zo. Nou, bedankt Raoul. En we bellen nog wel over die bloemen. Doei! Oh ja, en trouwens, uw winkel is fantastisch. Ho, 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 wat is dat? Een nieuwe cupcake winkel. Daar moet ik sowieso naartoe. Oh, de cupcakes in de aanbieding. Wauw. Wow, wat lekker wat je hier allemaal hebt. Ik zie van alles. IJs, koekjes, donuts, gebak, milkshake. Wow. Hallo, goeiedag. Kan ik bij u ook misschien bruidstaarten bestellen? Of bruiloftstaarten? Hallo. Bruiloftstaart. Ja, die bakken we ook wel. We bakken eigenlijk alles wat mensen willen hebben. Dat is super. Het ziet er zo lekker uit hier. Ik neem gelijk denk ik een paar dingetjes mee. En die ga ik met mijn toekomstige vrouw oppeuzelen. Dan gaan we daarna beslissen wat voor taart we willen hebben. Ja, natuurlijk. Geen probleem. En hoe het verder gaat, dat zien jullie straks. Eerst gaan we kijken naar de opbouw van deze mooie winkel. Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag dus deze set. Een superleuke cupcake winkel. Die komt uit de City Life serie van Playmobil en die is bedoeld voor kinderen van 5 tot 12 jaar. De set heeft het nummer 9080 en zoals je kunt zien, er is genoeg om te eten. Cupcakes, koekjes, gebak, ik zie zelfs nog ijs, dus dat ziet eruit als een hele mooie winkel. En ik zie trouwens dat het weer in zo'n coole doos zit. Dat is de nieuwe stijl van Playmobil. En dan zie je nu ook dat dit hierbij hoort. Ik heb hier de kinderwinkel al van laten zien, de babywinkel. En dit hebben we dus ook al laten zien. Dat was de sportwinkel, de tassenwinkel en kledingwinkel. En ook nog de dierenwinkel. Nu hebben we dan de overgebleven winkel nog. En dan kun je dat allemaal aan elkaar zetten. En dan heb je bijna een soort van winkelcentrum. Vandaag zijn we dus bij de cupcake winkel. Je ziet allemaal drankjes, een tafel. Dan zie ik hier zo'n bord. En daar staan wat cupcakes op getekend. Hier zie ik nog een drankjesautomaat. Het doet me een beetje denken aan Slush Puppy. Dat zit meestal ook in van die bakken. Dan zie ik een bolletjeschepper. En dan zie ik die drie mensen die erbij zitten. Die mensen die kun je verschillende kledingstukken aandoen. Ik zie nog twee rokjes en een roze topje. Ik denk dat dat schortje, dat is waarschijnlijk voor de verkoopster bedoeld. Dan zorg je ervoor dat de kleding niet vies wordt.
Dus even kijken wie de verkoper is. Ah, dat is deze mevrouw. De mevrouw met het blonde haar. Die heeft de schort om. En die brengt een cupcake naar de tafel waar dit paar staat. Die zien er allebei mooi uit. Ze hebben zojuist wat donuts gekocht om mee naar huis te nemen. En ze zijn lekker aan het genieten van een drankje en een ijsje. Ja, dan ga ik de verpakking eens even openmaken, zodat we de winkel op kunnen bouwen. Ja, ik heb er al zin in. Zo. Dit is dan nu de bodem, de vloer. Dan de achtergrond, die kun je er makkelijk aan vastmaken. Dan heb ik hier 1, 2, 3, 4 zakjes met spulletjes erin. En ik ga beginnen met dit zakje. En daar zie ik dat al die personen erin zitten. Zo, we hebben dan deze blonde vrouw die de haar opgestoken heeft. En ze heeft best wel interessante wimpers en de wenkbrauwen zien er ook wel interessant uit. Ze heeft rode wangen, een ketting om en dan heeft ze een lichtblauw topje aan met hartjes erop. Roze schoenen heeft ze verder nog aan. En dan hebben we deze, die heeft best wel hoge schoenen aan. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij Playmobil. Normaal gesproken hebben Playmobil poppetjes van die platte voeten, maar deze niet. Dus dat is weer iets nieuws wat Playmobil heeft verzonnen. Deze heeft zwart haar en heeft ook wimpers. Ik zie dit topje, die herken ik denk ik. Heeft Romy dat niet ook van Playmobil's Next Top Model? En dan hebben we nog deze meneer. Die heeft een zwarte trui. Met een print aan de voorkant en hij heeft een lichtgele broek aan en zwarte schoenen. Zo, en hier zijn nog een heleboel andere dingen. Hier zie ik het schort. Kijk. Die is voor deze mevrouw. Mooi, dat ziet er al goed uit. En dan hebben we nog dit rokje. Dit is meer een soort van minirok. En deze heeft stippeltjes. Zo, die is voor de klant. En ik vind die schoenen best wel bijzonder. Wel heel leuk om dat eens een keertje te zien. Dan dat topje, dat kan ze ook nog aandoen. Ja, dat ziet er mooi uit. Het glanst ook een beetje. Goede combinatie met het rokje. Dan zie ik lege verpakkingen. Ik denk dat het melkverpakkingen zijn. Oké, dan ga ik eens even verder met het volgende zakje. Volgens mij zijn dit kaneelbroodjes. Ik zou er bijna een beetje honger van krijgen. Oh, kijk, en taart. Mag natuurlijk ook niet ontbreken. Een taart met hartjes erop. En dan nog een roze taart. Eens even kijken. Dit is dan de drankjesautomaat. En hier hebben we twee tasjes. Ik denk dat dat gewoon de tasjes van de winkel zijn. Die kun je dan meenemen. En daar kun je dan de dingen in doen die je zojuist hebt gekocht in deze winkel. Er zijn natuurlijk heel veel lekkere dingen, dus de kans bestaat dat je dat niet zomaar in je handen mee kunt nemen. Zo, ga ik eens even kijken naar het volgende zakje en wat daarin zit. Ik denk dat dit is voor het ijs. Zo ziet dat er tenminste wel altijd uit bij de ijssalon. Met allemaal verschillende soorten erin. En dit zijn denk ik... Even kijken, dat hoort bij de plantenbak. Dan wat tafeltjes, die kan ik wel even snel in elkaar zetten. Zo, dat is 1 en dat is 2. Op de verpakking heb ik gezien dat er nog bloemen op stonden. Maar dat zal dan wel met stickers zijn. Zo, de stickers die moeten wel in dit zakje zitten. Dit is de laatste. Daar zie ik planten. En dan zie ik hier rozen, bekertjes, ijs. Dan zie ik muffins, donuts. Die donuts heb je met roze glazuur en geel glazuur. Ook nog een bruin glazuur. Wat heb ik hier verder nog? Dit zijn een soort van snoeppotten, denk ik.
En dat ziet er ook mooi uit. Dit is denk ik van die botercrème die op de cupcakes komt. Even kijken. Ik denk dat dit is voor de balie en dat kun je dan over het ijs heen zetten. Ja, dit is hetzelfde geval. Dan een foldertje, nog de instructies en hier hebben we de stickers. Die twee rondjes die kun je denk ik op de tafels plakken. Een super mooi plaatje vind ik. Het ziet er gezellig uit. En ik denk dat deze winkel er ontzettend mooi uit gaat zien als die klaar is. Dan wil ik niet langer wachten en dan ga ik gewoon beginnen met de opbouw. Zo, ik heb bijna alles al in elkaar gezet en opgebouwd. Hier zie ik nog wel die kleine dingetjes liggen. Ik moet bijvoorbeeld de kaneelbroodjes nog op het dienblad neerleggen. Dus ik moet vooral nog wat decoratie aanbrengen. En dan laat ik alles zo meteen zien. Zo, opgebouwd en wel. De eerste klanten die zijn er al. Die eten een lekkere cupcake. En die man is denk ik een lekkere aardbeienmilkshake aan het drinken. Het ziet er heel mooi uit hier in de winkel. Ik heb daarachter alle bekers neergezet. En dan ook die potten voor snoepjes of koekjes bijvoorbeeld. Dan zie je hier al het ijs en ook de bolletjes. Ik zal ze eventjes inzoomen, dan kun je het zien. Dan zie ik hier de taarten en de donuts heb ik daar ook neergelegd, net zoals de kaneelbroodjes. Hier zie je dat bord waar die cupcakes op staan. Je kunt er helaas zelf niet op schrijven, het is gewoon een sticker of erop gedrukt. Dan hebben we die tafeltjes. En wat ik dan ook nog eens heel erg leuk vind, is dat je een soort van cadeaubonnen kunt kopen. Daar zie je het logo van de winkel erop staan en dat kun je dan aan iemand geven. Diegene die kan dan naar de winkel gaan en dan kan die met die bon wat cupcakes kopen. Dus je hebt allemaal mogelijkheden met deze winkel. En het is zeker heel erg leuk om met andere winkels te combineren, denk ik. Maar deze winkel, dat zou nog wel eens mijn lievelingsset kunnen worden. Het water loopt me ook bijna in de mond als ik al die lekkere dingen zie. En ik vind de combinatiemogelijkheden ook gewoon heel goed. En alle decoratie ziet er gewoon super leuk uit. Je kunt natuurlijk ook bedenken wat er in de producten kan zitten. Bijvoorbeeld in die verpakkingen, die melkverpakkingen. Misschien zit helemaal geen melkverpakkingen, maar iets anders. Zit er een sapje in? Dan zou je dat ook nog kunnen serveren aan de klanten. Ik vind het heel schattig en het krijgt ook zeker een duimpje omhoog. En dan gaan we eens even kijken wat Raoul gaat doen. Oh, wat een winkel. Wow. Ik heb maar een paar dingen gekocht. Of nou ja, een paar. Het leek me gewoon heel erg lekker. Ik heb een taart met chocolade en aardbei. Ik heb een paar cupcakes. 5 stuks. Ik heb een paar kaneelbroodjes. Ongeveer 12. En dan heb ik ook nog 7 donuts, een milkshake, om te proberen gewoon.
niet meer, niet minder. Een lekkere smoothie en nog een slush puppy. Nou, ik ben benieuwd wat Romy gaat zeggen. Poeh, nou, Raoul die heeft zich uitgeleefd in de winkel. Ik had niet gedacht dat hij de halve winkel mee zou nemen en ik ben benieuwd wat Romy erover gaat zeggen. Tja, als Raoul dan met al die dingen thuis komt, misschien willen jullie laten weten in de reacties wat jullie denken dat Romy gaat zeggen. Zal die er blij mee zijn of zal ze toch een beetje verbaasd zijn? Laat het maar weten in de reacties en vertel dan natuurlijk ook even wat je vindt van deze winkel. Ik heb het al gezegd, volgens mij is dit mijn nieuwe lievelingsset. Ik vind het super mooi. Ja, wat vinden jullie ervan? Laat het maar weten. Als je de video leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Bekijk ook de andere video's. Abonneer op ons kanaal als je nog niet geabonneerd bent. En klik natuurlijk ook even op het klokje naast de abonneerknop. Dan krijg je iedere keer een berichtje als er een nieuwe video is. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Doei!